Hey Livie, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Vimalire Podcast. Super tof dat je er weer bij bent. Ik realiseer me opnieuw, het is echt tijd voor een toffe intro. Ik heb het net nog even opgeschreven. Ik ga mijn broer, die als music producer bij Warner Bros., Werkt, echt even een berichtje sturen. Zometeen dat het tijd is voor die intro. En dan ga ik er deze week en volgende week echt werk van maken. Ik wil gewoon voor het einde van april wil ik een intro. Een hele toffe intro hebben. Um, en misschien heb ik gewoon al die tijd ook wel nodig gehad om daar precies de goede. Ja, vibe voor te vinden. Ik heb hem in ieder geval helemaal helder. Dus die komt er nu echt gauw aan. Natuurlijk is het helemaal niet nodig. En zeker niet als je dat niet voelt, zoals ik hem heel lang niet heb gevoeld. Dus heb je een podcast en denk je, oh mijn god, dan moet ik ook een intro. Nee, absoluut niet. Want mijn podcast draait hartstikke goed. En ik heb heel veel toffe luisteraars. En ik heb al die tijd geen intro gehad. Dus ook daar pak je leiderschap, doe het vooral op je eigen manier. Ja, de afgelopen dagen, ik ga daar een aparte podcast over opnemen, maar wat ik toch even met je wil delen, het is vandaag uh, donderdag 18 april, en ik heb de afgelopen dagen zoveel rust en grounded energie gevoeld, zoals ik gisteren ook deelde. En heel vaak kwam dat ego er ook bij kijken. Ik heb heel veel genetflixt. Ik heb misschien elke dag één of twee uurtjes gewerkt, en binnen die twee uurtjes ben ik ook mega gefocust bezig geweest. En daarna was het ook gewoon klaar. Ik heb alleen de acties gedaan. die daadwerkelijk bij konden dragen. Um, heb een super toffe vrouw mogen verwelkomen. weer in de Viman Leader Academy Live. Waar ik nu nog twee plekjes voor over heb. En ja, ik kan iets anders zeggen dan. Wat een heerlijke week! De rust. De focus. De helderheid. Die daardoor ontstaat. Nou, ik ga het in uh, de volgende podcast. Ga ik het over hebben. En. Ja, dan wil ik het ook even hebben over het zelfconcept. hoe belangrijk een sterk zelfconcept is. En wat dat. Ja, voor mij ook hiermee te maken heeft. Deze podcast heb ik ook echt een hele mooie boodschap voor je. Want wat ik toch wel vaak. Of eigenlijk wel altijd. Van de meeste vrouwen waarmee ik mag werken terugkrijg. En of dat nou in de eerste kennismakingscall is. Of dat gedurende een traject is. Of gedurende mijn coaching is. Ik krijg het ergens op een bepaalde manier terug. En dat is echt dat de vrouwen zijn vastgelopen door de opgelegde regels. Die ze hebben geleerd of opgelegd hebben gekregen tijdens een vorig traject. En ik wil helemaal niets afdoen aan andere vrouwen die op een fantastische manier hun werk doen, maar dit is wel de realiteit. En dit is precies waarom ik doe ook wat ik doe. Want, en ik heb het hier vaker over gehad. En dit is ook wat er, mijn inziens, zo ontzettend fout gaat. En waardoor we mega van onszelf verwijderd raken in het ondernemerschap. En dat is iemand vanuit je eigen liefde, hè, als coach, als mentor, als business guide, het maakt niet uit hoe je jezelf noemt, iets opleggen wat voor jou heeft gewerkt, zonder echt te kijken. Naar of het wel of niet voor die vrouw werkt. Ik ben een groot fan van een framework. Ik ben een groot fan van thema's. Maar het kan niet zo zijn dat jouw stappenplan na 30 na 30k maanden, jouw stappenplan naar een 100k maand, of um, nou ja 100k maand mag ook, of dat jouw stappenplan richting een 100k, 200k, 500k jaar. Ik heb met dat stappenplan is niks mis, helemaal niks mis. En ik ben ervan overtuigd dat hij voor jou ontzettend goed heeft gewerkt en dat het een geweldig stappenplan is. Maar die opleggen aan een andere vrouw en verwachten dat die vrouw op een duurzame manier haar business daarmee gaat opbouwen. Kijk, als je dan een stappenplan um, aan jouw coachie um, oplegt, of he, zegt: Dit is het stappenplan, dit is wat we gaan doorlopen tijdens het traject. Ik wil dat je tijdens de eerste maand dit doet, ik wil dat je tijdens de tweede maand dat doet, ik wil dat je tijdens de derde maand dat doet. Gaat zeker werken, maar het werkt misschien één keer, het werkt misschien twee keer, maar daarna komen systemen, ervaringen, inzichten, sabotages, uh, overtuigingen, belemmeringen, nou, um, oude identiteiten, et cetera, komen opnieuw omhoog. Want je hebt alleen aan de oppervlakte gewerkt. en Ondanks dat jouw strategie fantastisch is en dat het voor jou keer op keer werkt omdat het precies is toegespitst op wie jij bent, is geweldig. Maar het gaat op duurzame en lange termijn absoluut niet meer werken voor de vrouw die je daarmee hebt geholpen, omdat er stukken bij die vrouw omhoog gaan komen. Wat er heel belangrijk is en wat dus ook heel erg fout gaat en wat ik dus constant ook terugkrijg, is dat, um, dat deze vrouwen uh, vastlopen door de opgelegde regels van jou of van een ander. En dat je ontzettend goed zou doen als coach, business guide, mentor of wat je ook bent. Hè, en. Um, Ander expert op welk gebied dan ook, dat je echt gaat kijken naar wie je voor je hebt. En dat als je op dat moment daar niet staat, op dit moment, dat je dat gaat ontwikkelen. Want het gaat de vrouw zoveel meer dienen op het moment dat je haar haar eigen weg laat lopen. En dat je. Natuurlijk een framework mag hebben, of natuurlijk een stappenplan mag hebben, maar dat je daarin de ruimte biedt voor haar eigen creativiteit, voor haar eigen um, strategieën, voor haar eigen uh, denkwijze en voor haar eigen manier. En ik wil niet zeggen dat iedereen dit doet, hè, maar het gebeurt heel veel. Dus dit even vanuit de positie als coach bekeken. En wat ik dus vanuit de positie van. Een coachie heel vaak terugkrijgen. Wat ik zeg, nee van de tien vrouwen die ik mag guiden, die lopen hier tegenaan of die hebben hier herinneringen aan. En het wil niet zeggen dat dat net een traject is waar ze uitkomen of het kan ook in het verleden zijn gebeurd. Um, maar wat ik dan heel vaak terugkrijg, ja, ik ben vastgelopen door de regels die ik opgelegd heb gekregen in een ander traject. En ik ben me zo aan die regels gaan vasthouden. Um, dat ik, en in het begin werkte dit voor mij, maar ik ben op een gegeven moment vastgelopen. En, en nu ben ik eigenlijk, uh, durf ik op dit vlak niet meer uh, zus en zo te doen. Ik durf niet meer naar buiten te treden of ik durf niet meer de volgende stap te zetten. Omdat ja, ik heb dit geleerd en, en nu ben ik daarop vastgelopen. Of dat ik terugkrijg, ja, um, deze persoon zei dat ik me vooral op deze doelgroep moest gaan richten. En dat zit zo in mijn systeem dat ik eigenlijk nu zoiets heb van, ja, maar er werd gezegd, ik moet op deze doelgroep richten. Dus ik kan niet op die andere doelgroep gaan richten. Of dat een vrouw aangeeft, ja, weet je, ik, ik heb nu deze, dit framework in mijn bedrijf uh, geïmplementeerd, maar het werkt helemaal niet voor me. Maar ik zie helemaal geen uitweg hoe ik dit voor mezelf kan gaan veranderen. Dit is zo zonde. Want. Nogmaals, ondanks dat het framework voor degene die het, de, de ander heeft geleerd werkt en dat het een fantastisch framework is en dat het een fantastische strategie is of stappenplan en dat het 100% kan werken, maar als er niet naar de onderliggende lagen wordt gekeken, is het zonde van de tijd, zonde van het geld en zonde van het stappenplan. Dus dit is wat er echt fout gaat. En ik vind sowieso er iets van dat als je hier heb je mijn volgende 300k-strategie, dat je uh, heel erg moet uitkijken hoe je daar een ander op triggert. Want gaat het om die 300k of gaat het erom dat je je missie leeft, dat je weet wie je bent, dat je helemaal op je plek als vrouw kan staan, dat je. Het kan zijn wie je bent, dat je kan ondernemen op een manier die jij leuk vindt. Dat je duurzaam leert ondernemen, dat je leert ondernemen op een manier die voor jou werkt. En dat je daar bepaalde stappenplannen in meeneemt. Of een 300k strategie is helemaal tof. Maar de vrouw mag eerst leren waar het voor haar om draait. En ook als je dat al weet, ook als je op een bepaald niveau staat. En, en je hebt 20k maanden ondertussen. Super tof en je wil naar de 300k doorgroeien. Ja, ik verwacht dat als je op 30k maanden staat, dat je heel goed weet wat jouw missie is. Dat je heel goed weet wat er voor jou wel of niet werkt. Maar toch zijn er sabotagesystemen in jou. Toch zijn er bepaalde overtuigingen of subconscious feedback loops die ervoor zorgen dat die 300k strategie die jij nu wil implementeren in je business helemaal niet gaan werken. Als je die stukjes in jezelf niet gaat aankijken. Dat gaat er fout. Hier moeten we echt mee stoppen. Prima als je een, 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 een bepaalde puntje-puntje-k-strategie promoot en daar vrouwen bij helpt, maar kijk dan ook naar de andere kant. En als jij als vrouw wordt getriggerd op dit stukje, zorg dan dat je voor iemand kiest die niet alleen een bepaalde strategie bij je wil implementeren. Vanuit alle liefde, want er is niks mis mee. Maar zorg dat je ook wordt geholpen op het stukje jij. Want het is gewoon belangrijk dat je eerst eens leert waar je ook staat. Dat je leiderschap pakt over jezelf. Dat je kijkt naar: Oké, okay, ik sta nu hier, ik loop vast, ik wil verder, maar ik weet niet hoe. En het niet weten hoe. Komt 9 van de 10 keer omdat je niet helder hebt um, waar je precies in jezelf vastloopt. Um, want opschalen naar 30k maanden draait helemaal niet meer om een strategie. Het draait om jou. Het draait om energie. Het draait om leiderschap pakken over die stukken die je misschien nu helemaal niet van jezelf kan zien. Het draait om leiderschap pakken over weten waar je vastloopt en wie jij daarin bent. En. Het creëren van een supersterk zelfconcept. En, en jezelf inzetten als strategie. En op het moment dat jij je plek als vrouw helemaal kan innemen, dat je nog dieper weet wie ben ik. Dat je helemaal op jouw plek staat. Alsof je nog meer ruimte gaat innemen met hè, jouw aura om je heen. En dat je daar helemaal content mee bent. En dat je daar helemaal in kan staan. Dat je dat helemaal kan voelen. En, en dat je een sterk zelfconcept hebt, omdat je op je plek staat en precies weet waar je aan mag werken in jezelf. Dat je daar ook leiderschap over pakt. Dus jij zegt, wil, wil, het sporten helpt mij om. Ga zorgen dat je vaker gaat sporten. Of ik mag vroeger opstaan om. Of ik mag gezonder eten. En wat is dat gezonder eten dan? En jij mag jezelf als strategie gaan inzetten. Jij mag jezelf gaan. gaan um, Zoals Kim Munnekom dat altijd zo mooi zegt. Mijn, mijn geweldige coach. Um, hoe zegt ze dat nou eigenlijk altijd? Je hebt jezelf te behandelen als een million dollar racehorse. En ik heb geen idee of die uitspraak van haar komt. Maar um, dat heeft ze vaak in haar podcast gezegd. Treat yourself like a million dollar racehorse. En dat is dat zelfconcept. En jezelf gaan inzetten als strategie. ...doe je door leiderschap te pakken over die stukken... ...die jij in jezelf gewoon hebt aangekijken. En vaak zijn het ook blinde vlekken die je van jezelf niet meer ziet. Maar als die niet worden aangekeken... ...en je gaat een 300k-strategie in je business implementeren... ...dan gaat dat hoe dan ook even voor je werken, maar daarna niet meer. Want jij groeit niet mee. Jouw business groeit, maar jij groeit niet mee. Je hebt jezelf ook up te uplevelen. Je hebt nou eenmaal aan die stukken in jezelf te werken. Dat betekent niet dat je maandenlang met jezelf bezig moet zijn... Nee, het is heel vaak gewoon heel concreet even onderzoeken. Wat gebeurt hier? Hoe heb ik daar leiderschap over te pakken? En dat hè, weer een stukje meer van jezelf omarmen en accepteren. En vanuit daar, als je eenmaal die plek hebt ingenomen. Als je dan weer, ja, weer een stukje extra van jezelf hebt omarmd. En nog beter weet: oké, okay, maar hoe wil ik dan eigenlijk doorgroeien naar die 30k maanden? Wat is daar in mezelf dan eigenlijk voor nodig? En hoe zie ik dat voor mezelf? In plaats van buiten jezelf te zoeken naar de volgende strategie die daarbij gaat helpen. Want 9 van de 10 keer, hè, ik verwacht dat als jij op 30 k maanden staat, dat je je business zo hebt ingericht dat het, hè, dat het ook schaalbaar is. En dat je. Dat, dat je... Waarschijnlijk niet zo heel veel hoeft te veranderen, anders dan jouw energie en de manier waarop je naar jezelf kijkt en de manier waarop je in het leven staat en je zelfconcept. En, en dat je gaat leren om jezelf steeds meer als strategie te gaan inzetten. Um, en vanuit daar presenteert de juiste strategie zich vanzelf. En dat klinkt heel zweverig, maar het is echt zo. Want er zijn. 101 soorten strategieën. Er zijn 101 manieren waarop je je business kan opschalen. En zo heb ik één signature programma. En laatst werd mij de vraag gesteld: um, en, en gaat dan waar jij naartoe wil werken? Want het beeld dat ik voor mezelf heb, gaat dat lukken met alleen jouw signature programma? Ik zeg ja, dat gaat lukken. En een ander zou denken: oh my god, maar dan, dan, dan moet je toch uh, dit en dan moet je masterclasses en dan moet je zus, dan moet je zo en dan moet je, moet je weet niet wat hebben staan en de ene programma en het andere programma. Ja, dat is ook een manier en alles is goed. Maar het hoeft niet. Zeker niet als je daar voor jezelf ook in gelooft. Want ik wil het simpel. Ik was simpel. Ik wil het simpel en eenvoudig met zoveel mogelijk impact. En. Dat kan alleen maar op het moment dat je weet wie jij daadwerkelijk bent en hoe het voor jou gaat werken en hoe jij jezelf als strategie kan inzetten. En vanuit daar presenteerde voor mij de manier waarop ik dat in mijn bedrijf wil. En ik ben ervan overtuigd dat dat werkt. En de, de kracht die dat geeft. He, want. Heel vaak zien we daar een ad voorbij komen. En die heeft die Academy en 10 producten. En zus en zo. En die doet high-end. Want als je dan daar naartoe wil, dan moet je wel minimaal voor 20k per product verkopen. Ja, ik ben het daar gewoon niet mee eens. Jij kan alleen maar opschalen naar dat. Oh, mijn water. Is er naar, dat, naar dat niveau wat jij zo verlangt. Als je. Echt, ja, weet wie je bent en, en, en jouw plek als vrouw met krachtig leiderschap helemaal kan innemen. En dat je dan ook alleen maar doet wat daadwerkelijk kan bijdragen. En dat je de rest aan acties dan ook durft loslaten. Dan kan dat. Dat heeft niks met, met wat je ziet om je heen te maken of dat jij dat dan ook moet gaan doen. Helemaal niets. Dit is echt werk in jezelf. En ja, weet je, oh, het zelf, de, de ontwikkelingen die ik daarin zelf ook aan het, aan het doormaken ben, en, en de verdieping die ik daarin aan het zoeken ben, en de manier waarop dan ook zoveel meer kan gaan ontstaan, en, en hoe, hoe fantastisch dat dan ook voelt. Ja, ik gun dat echt iedere vrouw. Daarom heb ik ook de Female Leader Academy. <laughs> en, en ook dat stukje, hè, live. Dat, 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 dat kwam ik ook echt bij mezelf tegen. Van ja, wat wil ik met de Female Leader Academy? Ja, Ik vind het super tof om één op één te werken met een groepselement. En ik vind het super tof om een groep te draaien, maar dan wel live. Want één op één of live, daar kan ik al mijn, mijn, mijn talenten. Mijn, mijn kracht, mijn coaching in kwijt. En dat werkt voor mij. En een ander zou me misschien voor gek verklaren. Maar dat is hoe ik het zie. En dat kost helemaal geen 20.000 euro. Je kan zelfs nu nog voor de pilotprijs in de Fima Leader Academy live instappen. Die volgende week van start gaat. En mocht je nou volgende week 25 april niet bij de eerste live dag aanwezig zijn. Dat is niet erg. En daar heb ik met de andere dame ook een andere oplossing voor uh, gevonden. En ik neem die lijstdag neem ik ook even op, um, zodat je die kan terugkijken. Dus, hè, laat het vooral geen belemmering zijn daarin. Um, en mocht je nou denken, want ik heb nog twee plekjes over daarnaast is deze groep echt vol, echt max acht vrouwen, want dan kan ik ook heel goed de één op één aandacht geven. Mocht je nou denken, ja, ik zit nog te twijfelen. Plan even een call met me in. Stuur me even een DM. Dan kunnen we daar nog gewoon eventjes naar kijken. En dan, um, ja, wie weet is de Female Leader Academy ook gewoon de place to be voor jou. En, en mag je hier gewoon deze manier ook aan gaan werken. En ik, ik kan echt niet wachten op wat er allemaal voor deze vrouwen gaat ontstaan. Want dat gaat echt insane zijn. Het gaat insane transformatief zijn. Juist ook door die live coaching. En wat ik ook, hè, wat ik ook wens voor, voor jou is dat het allemaal met zo'n één, één lijfdag per maand en een super waardevolle groepsapp, ja, dan is het ook gewoon zo behapbaar. Je hebt gewoon één lijfdag in de maand waar je gewoon vol focus aanwezig bent. En dan heb je alle ruimte om het voor jezelf te gaan ontwikkelen. En ondertussen kan je ondersteuning vragen in de groepsapp. Um, ja, dat is gewoon heel waardevol. Het hoeft allemaal niet. Elke week een sessie. En dat heb ik in de eerste vers allereerste versie vorig jaar met Female Leader Academy gedaan. Drie sessies per maand. Nou, ook super fijn. Maar er is ook integratietijd nodig. Er is ook implementatietijd nodig. En super fijn als je gewoon even kort kan sparren in de groepsapp. Maar dat je daarnaast gewoon één live dag per maand hebt. Twee keer een één op één call met mij. Maar verder is er ook niet zoveel nodig. Want hè, juist wat je wil, is dat vanuit jezelf laten ontstaan. Dat heeft ruimte nodig. Um, en ja, weet je, jij, jij leert het echt op je eigen manier doen. Je leert het op je eigen manier doen. En krachtig, er is niks krachtigers dan dat. 100%. Daar ga ik het mee afsluiten. Dus mocht je graag toch nog willen meedoen aan de Female Leader Academy. Je kan nu nog voor de pilotprijs instappen. Daarna vervalt die pilotprijs echt. Hij komt niet meer voor deze prijs terug. Wil je er meer over weten? Laat me even weten in een DM of plan een call in. Um, en dan spreek ik je snel. Oké? Okay? Oké. Okay. Ik wens je een hele fijne dag. En ik spreek je morgen weer. Doei!